Beste vriend, carnavalisten, allemaal een goede noem toegeweest. Carnaval 2015 gepasseerd. Het was een jubileumjaar. Waar men dat zeker gehoor geworden. De jubilarissen zijn er nog altijd vier over. Maar het stopte geniet door mij. Het oud carnavalsjaar is nog maar gepasseerd en het vest carnavalsjaar moet nog beginnen. Maar door het isje is er weer al veel gebeurd. In het eerste puntje, de carnavalrood, mogen we vanaf nu koninklijk noemen, dat men dus juist geurt. Een prestoosje meer als wijd en om terecht vier op te zuigen. Zoon die stichters, Witjes de Geest, Theo, Etienne en Richard, dat uit terven dreumen hebben, dat er uit de koninklijke titel zo van komen, om niet wat dat begonnen is op een onneuzel bierkorf. Niemand van die stichters kan ons nog een antwoord geven. Want sinds enkele maanden is ook de laatste stichter door de eeuwige carnavalswereld gewoon. Maar waar ik zeker van ben, dat is dat ze verdomme vier zullen zijn. Dat het allemaal zo ver is gekomen en zo groot is gegroeid. Pascal en haar gevolg. Nog een keer een dikke proficiat voor alle koninklijke titel. En ik pijs dat ik dat hier ook mag zeggen in naam van alle meisjes die hier in de zool zitten. En je weet er namelijk een beplast. Een tweede punt dat ondertussen is gebeurd. De carnaval van Hinof heeft deze zomer de prijs van toerisme 2015 gewonnen. Zet maar een keer eerlijk, dat is toch een grote verwezenlijking. Dat wil dus zeggen dat we gewaardeerd werden van die meisje van de VVV om hetgene wat wij doen om meisje naar onze stad te trekken. Vreemdelingenverkeer werd dat genoemd. Dat is de dag van vandaag eigenlijk wel een moeilijke term. Maar dat wil je enkel zeggen dat men ervoor zorgen dat meisjes van Boot-Nienhof naar hier komen om dat feest te beleven en te zien beleven. Maar die prijs was niet voor dat Benjeke Koifels die hier altijd achter dat micro kruipen. Zeker en vast niet. Die prijs is gewoon voor alle carnavalisten die meewerken om dat feest. Dat is inderdaad ook de organisatie toegegeven. Maar vooral allemaal. Alle groepen. Losse groepen. Eenzaam. Heilemokken tot slotte het feest compleet. Ketaf carnavalisten met de grote K. Deze organisaties in te richten. Wolgens en kerkens te mogen, schoon kleren te stikken, een schone stoel te brengen, al om de dogen zelf op een plezante, treffelijke manier te amuseren. Eigen aan ons Nienhof. De prijs van 500 euro gaat dan ook integraal naar allemaal weer. Die zal mee verdeeld werden in de prijzenpot van de groepen met carnaval zelf. De trofee zelf, een pancart, hangt in ons lokaal de Kajer. Toch de carnavalscafé sinds het ontstaan van carnaval. Hangt in de kast, juist tegen de deur, een bootje gewoon van achter. Of in mijn beste dank aan Tom om dat te willen doen. Ik kan niet anders als aan alle woord bedanken. Want het is toch een grote eer en een erkentelijk waard. En vooral bedankt om de meisje van de VVV. Sinds een dag of elf, een derde puntje nog, sinds een dag of elf hebben we hier weer een nieuwe bellenmeester. De ene goot en de ander komt.
Dat is na één keer het leven, is dat niet goed misschien. Ook voor ons, en voor mij, zal dat wel een keer komen. Maar ik wil hier, vanuit het comité, hier vandaag toch de afgetreden burgemeester Michel Casteur ook van harte willen bedanken. Vanuit het comité voor zijn doorgedreven toewijding die hij altijd voor de carnaval heeft gehad. Michel, het was een plezier om met jou te mogen samenwerken. Want met de zusjeugd heb je verschillende keren aan een nek moeten uitsteken om bepaalde dingen in goede baan te rijden, te krijgen, met alle risico's van die. Op de machtsoverdrachten word je altijd een ideale partner die het spel op een gepaste en ludieke manier meespeelt. Kortom, je wordt gewoon een echte carnavalist. In naam van het carnavalscomité een oprechte merci de veel. We hopen dat we met een opvolger Tanja op een even goede manier kunnen samenwerken. Om ons gerustig feest, de gerustig organisatie in een of te klein, te kunnen blijven volhouden. Maar dat ziet er precies wel nooit, wel nooit dat dat minstens even goed zal zijn. Tanja, vanuit het comité, wees ik me dat dan ook het beste toe in haar nieuwe functie als burgemeester. Voilà, dat was. Dat was de eerste week van mijn speech. Ze komt deze stoel ondertussen. Nou, wat anders. Het comité zelf. Voor te beginnen is er een kleine wijziging in het comité gekomen. Tegen de traditionele machtswissel bij de ridders zetelt Pascal van de Water niet langer meer in het comité. Pascal heeft als grote wettel draaijoor bij ons zomer gewerkt. In het begin was iedereen wat schrik van hem. Maar Pascal heeft laten voelen dat hem de werking van het comité waardeert en heeft op een ideale manier samengewerkt met ons. Veel stond hem hele mond open als hij op de balkon van het stadhuis stond te dansen en te springen. Zingen dat was wat anders. Pascal, in naam van het comité bedankt voor haar fijne medewerking en ik hoop dat men op haar medewerking verder mee kan blijven rekenen. Pascal is binnen de ridders vervangen door Ivo, maar de tweede plus in het comité werd ingepakt door Bruno Loosterman, eveneens dus van de ridders. Wij hopen dat men ook met hem een toffe samenwerking zullen beleven. Het comité heeft in samenwerking met de Stedelijke Feestcommissie het reglement een keer onder de loep gepakt. Dat reglement heeft door de jaren heen al veel wijzigingen ondergaan. Doteer vond er soms het bos tussen de bomen in mee. Sommen hebben er liggen op de sleutel en zitten om te veranderen. Niet gemakkelijk, toegegeven. Maar ook toegegeven. Het is voor de goede gang van zo. Probeer dat het voor iedereen past en ervoor zorgen dat er niet altijd op dezelfde artiest werd geschoten. Verantwoordelijkheid dragen, maar ook verantwoordelijkheid verdelen. Ik kan alleen zeggen dat dat een huzarenstukje op werk is geweest. Hoeveel ik mijn secretaris Johan Hoeses moet bedanken voor de vele tijd dat er niet in is gestoken. Vlees krijgt iedereen een exemplaar en wat meer uitleg. Maar wat ik wil op aanpakken van dat uitleg is onder andere het punch van die tangmuur. Omdat ik ondervond dat er toch nog onduidelijkheid over bestond. Er mag in geen geval nog werden getankt op het parcours. Dat wil dus zeggen, van op de verming tot de ontbinding. Er mag geen losse brandstof worden meegepakt. Geen gefoefel met zelfgemokte reservoirs die in combinatie staan met de originele tank.
overtredingen zijn onherroepelijke. De groep werd levenslang geschorst. En er werd ook geen prijsgeld voor dat jaar ooit betaald. Benzinemotoren mag nog wel. Maar om informeer daar op voorhand dat een tank groot genoeg is, van de handsnachter noem en ovent, afhankelijk van hoe dat gestegen is. Diesels zijn ook in kleinere versies verkrijgbaar. Dat is dus veel beter en zoniger. Ook deze jaar kun je carnavalspasjes krijgen, om je beter te identificeren als je eventueel wat de handelaars achter prijzen of achter sponsoring moet doen. De winkeliers en dandeliers worden de volgende partij. Daar wil ik ook nog een keer mijn oproep van verleden jaar hebben. Zet voorzichtig met alle chauffeurs tijdens de dogen. Ik heb onlangs nog een artikel gelezen van iemand die een ongeval in de stoet heeft veroorzaakt. Het was wel in Boteland, maar enfin. Maar die kerel zou waarschijnlijk de rest van zijn leven weten of hij dat nog werken. Met een blijvende domper op zijn geweten dat niemand het leven in een rolstoel heeft gekregen. Verder wil ik alle veel college toewezen tijdens de komende drukke dagen van werken aan alle hoogens, kerkers, kostuums en noem maar op. Als het weer zo blijft, zoals dat na de lessentijd geweest is, zie je dan met plezier, zie je benen. Maar door hem maar één keer geen vat op. Ik heb gehoord dat er groepen vijf minuten nooit waken voor een postje te vinden, tot in Ervelingen toe. Zij voorzichtig s'nachts als je een roosje weer keert. Maar ze toe, aan mijn zeer duidelijk allemaal waar het werken, maar in het bijzonder op de komende carnavalsdagen. Nog een toffe, plezierige dag vandaag. En wat komen we met kanderen, wil ik er tegen zeker van over. Alaaf, alaaf, alaaf.